het zuiden van Nederland. Want hier schijnen de Joden en Palestijnen wel vreedzaam samen te kunnen wonen. De Israëlische premier Netanyahu wil de grenssituatie bij Baarle-Nassau en Baarle-Hertog onderzoeken. Mogelijk vormen de grensafspraken tussen Nederland en België een oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze hier hun zaakjes hebben geregeld in Baarle-Nassau. Netanyahu, hier kan je nog een puntje aan zuigen. Super vreedzaam hier. Hup! Op naar burgemeester Braam. Hallo. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Nou, dit hebben we allemaal niet meer nodig. Want het schijnt hier super vreedzaam te zijn. Nee, de blauwhelmen hebben wij hier niet nodig. Dat klopt. Wat vond u van het artikel? Ik was verbaasd. En ik dacht, dit moet een 1 april grap zijn. Kan je die situatie vergelijken met die in Van Baarle? Nou, want de Nederlanders die bezetten natuurlijk niet de Belgen in Baarle. Er is geen gewapend conflict daar. Het slaat als een tang op een varken. Heeft Netanyahu u al gebeld? Nee, hij heeft nog niet gebeld. En ik denk dat de kans dat hij dat gaat doen ook vrij klein is. Waarom? Omdat ik denk dat de vergelijking tussen wat er in het Midden-Oosten gebeurt en wat er hier in het Brabantse schuine streep Vlaanderen gebeurt, dat volstrekt onvergelijkbaar is. Stephanie neemt de proef op de som en zoekt de Belgische grens op. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Singel. Naar de Singel. Op naar de Singel. Hier kun je heel goed zien hoe vreedzaam wij samenleven. Als Nederland en België samen in de finale van de wereldkampioenschappen staan, gaan we hier een heel groot feestje bouwen. Aan de ene kant de Belgen, die zitten dan in België. En aan de andere kant de Nederlanders, die zitten dan in Nederland. Nederlands? Ja, Nederlands. En wat vinden jullie nou, dat al die Belgen hier rondlopen? Ja, dat is toch normaal hier? Wat vindt u ervan dat al die Belgen hier wonen? Nee, waar kan mij dat nou verschillen? Wij leven hier gewoon allemaal door elkaar, dus... Ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Wat zijn de nadelen van Belgen? Die ken ik niet. Ik vind de Nederlanders eigenlijk gezelliger als de Belgen. Dus het is hier allemaal vreedzaam en lief en leuk. We hoeven geen muur te bouwen, net als in Israël. Kijk, het is toch wel een beetje overdreven misschien dat dit dan het voorbeeld zou moeten zijn en dat Netanyahu jullie als voorbeeld neemt. Ja, dat is verstrekt idioot, ja. Maar waarom zegt hij dat dan? Hij zegt het omdat hij de indruk wil wekken dat Israël nog steeds naar vrede op zoek is. En waar gaan we naar het Belgische gemeentehuis. Naar het Belgische gemeentehuis. Ja? Nou, burgemeester van Baarle-Nassau en burgemeester... Van Baarle-Hertog. Wat vindt u van de hele situatie? Netanyahu. Ja, ik vind en bijzonder vereerd dat men in Israël zelfs weet... Waar Baarle-Hertog, waar Baarle-Nassau ligt. Vindt u de situatie vergelijkbaar met die van Israël? Absoluut niet, natuurlijk. Ik voel me soms wat ongemakkelijk met het gegeven dat dit soort situaties wordt vergeleken. Want wij zijn gewoon een braaf, leuk dorp waar we vreedzaam met elkaar samenleven. En zit u ook wel eens in de kroeg met z'n tweeën? Pintje te drinken? Burgemeesters onder elkaar? Waarschijnlijk gaan we vanavond in een zogenaamde kroeg samen zitten. Is dat een Belgische of een Nederlandse kroeg? Nee, het is nog moeilijker zo. Oh. Dat gebouw is gedeeltelijk België en gedeeltelijk Nederlands. Maar jullie drinken vanavond wel gewoon vreedzaam samen een biertje. Uiteraard. Een pintje. Als dat niet meer kan, dan is er iets niet goed. Nou, burgemeester Braam, u heeft het goed voor elkaar hier in Van Baarle. Het is vredig, het is fijn. Het is gewoon een leuk dorp. Het is gewoon een leuk dorp. Ja. En als u zo doorgaat, dan komt u misschien wel een aanmerking voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ik ken concurrenten. Ik ken concurrenten. Dat zou wat zijn. Ja. En Netanyahu moet gewoon even een keertje gaan bellen, hè? Ik sluit niet uit dat dat niet voor het weekend gebeurt. Volgens mij belt hij nu. Ja, maar dan belt hij jou. Wacht heel even, ik kom er nog op terug. Hallo?